We gaan in gesprek, in dialoog, zoals inmiddels die Utrechtse traditie steeds verder vorm krijgt. Vandaag krijgen wij les van de master over hoe je dat ook op andere manieren, die democratische vernieuwing, een plek zou kunnen geven. Is het niet vreemd dat onze meest civiele daad, de meest civiele acte, de meest burgerlijke daad die we kunnen stellen, namelijk gaan stemmen, dat we dat voltrekken in het isolement van een stemhokje. En dus de vraag is, als we geloven dat democratie beleid is van en voor en door het volk, is dan het stemhokje de plek waar burgers het meest worden opgeroepen tot civiel gedrag? Ik denk dat je heel veel irrationeel en emotioneel gedrag ziet. Op dit ogenblik hebben wij vrij beperkte procedures. We hebben verkiezingen, we hebben referenda. Bij verkiezingen mag je een bolletje kleuren naast de naam. Bij referenda gaan we veel verder. Je mag een bolletje kleuren naast een ja of een nee. Dat is misschien wat beperkt. En dus ik denk dat er andere manieren zijn om de wil van het volk te leren kennen. Wat ik erg goed vind van Van Rijbroek is dat het een positief verhaal is. Ik werd ook helemaal moe van al die mensen die zo negatief over de democratie praten. Want er is geen alternatief. Zeggen stimuleer en faciliteer mensen om zichzelf te organiseren. Om naast politieke partijen ook in de officiële besluitvormende organen van de stad te komen. Dat wel een toegevoegde waarde zal hebben, ook voor de politieke cultuur in de stad en ook voor het vertrouwen in de politiek. De overheid moet durven iets niet te weten. De overheid moet niet denken dat ze op elke maatschappelijke vraag onmiddellijk een antwoord hebben moeten klaarleggen om in pauw te gaan voorleggen in 3-4 one-liners. In Veurne heeft men het aangedurfd om als overheid het niet te weten. De provincie West-Vlaanderen heeft het lef gehad, heeft de moed gehad om met een leeg blad papier naar de burgerbevolking toe te stappen met de vraag van waar zijn jullie zelf mee bezig? Waar is er nood aan? Wat leeft er? Dat is een ongelooflijke leap of faith voor een overheid. Durven aangeven dat je het niet weet. Je bent heel erg snel op zoek naar om het perfect te maken. Hè? Dat merk je aan de vragen die we stelden. Van hoe zorg je dat het representatief wordt? Hoe doe je dat dan? Tuurlijk maken we fouten. Natuurlijk gaan er dingen mis. Maar dat hoort er ook bij. Dit hoeft ook nog niet perfect te zijn. Het is altijd beter dan wat het nu is. Het belangrijkste is volgens mij dat politici gaan zeggen van dit is de weg waar wij in willen slaan en dat dan ook daadwerkelijk gaan doen. We moeten dit gewoon gaan doen. Regeerakkoorden worden dikker en dikker. De tijden zijn onrustiger dan ooit. En toch lijken we te denken alsof we in het begin van de legislatuur voor 4 jaar moeten vastleggen wat er moet gaan gebeuren. Dat klopt ergens niet. Misschien moeten we gewoon terug naar 5-jarenplannen. Een soort 5-jarenplan waarbij je in overleg met de bevolking gaat opstellen van waar je naartoe wil als samenleving. Het zullen lange processen zijn, maar om het op gemeentelijk niveau vorm te geven, dat zou in een jaartje of 20 moeten kunnen. Je moet idealen hebben, maar ook geduld. Trust the people, trust the process.